10.000 aanmeldingen stamceldonatie oproep Thijs Legers. PSV perschef Thijs Legers overleed gisteren aan de gevolgen van leukemie. Begin februari riep Legers nog iedereen op om stamcellen en bloed te doneren. Want ondanks dat hij niet meer beter kon worden, kunnen anderen dat wel. Sindsdien hebben 10.000 potentiële stamceldonoren zich aangemeld bij MATGIS, het Centrum voor Stamceldonoren. Thijs is heel belangrijk geweest. Hij heeft ondanks zijn ziekte en trieste afloop daarvan echt iets neergezet. Zegt woordvoerder Bert Elbertsen van Stichting MATGIS tegen RTL Nieuws. Er zijn vanwege Thijs meer dan 10.000 inschrijvingen geweest, aldus Elbertsen. Gisteren nog, nadat bekend was geworden dat hij was overleden, hebben 700 mensen zich ingeschreven. Het loopt nog steeds door. We kunnen ieder uur het aantal aanmeldingen volgen. Iedere keer dat er publiciteit was rond de situatie van Thijs, zagen we een stijging. Stichting MATGIS, Ad MATGIS NL, maart 27, 2023. Vooral onder mannen en sporters is een stijging te zien. Van de nieuwe inschrijvingen is namelijk bijna 70% man. De woordvoerder noemt het ongelooflijk, we zien echt dat donatie is gaan leven in de sportwereld. Dat is heel bijzonder, iedereen kan tussen de 18 en de 55 jaar kan zich echter inschrijven, gender speelt geen rol. Wanneer iemand zich registreert, wordt er een pakketje opgestuurd om wangslijmvlies af te nemen met behulp van wattenstaafjes. Door middel van laboratoriumonderzoek wordt vastgesteld of er een match is met iemand die stamcellen nodig heeft. De kans dat je echter wordt opgeroepen, is niet groot, vertelde Elbertsen eerder in een interview met Metro. De kans dat een willekeurig persoon buiten die familie een geschikte donor is, is namelijk erg klein. Daarom is het ook zo belangrijk dat zoveel mogelijk potentiële stamceldonoren zich aanmelden, benadrukt MATGIS. Ook bloedbank Sanquin bedankt Legers voor zijn hulp bij het werven van bloeddonors. Sanquin was namelijk in februari begonnen met een gerichte donorwervingsactie onder PSV-fans. Samen met PSV en Philips. Dankzij die werving hebben 4.100 nieuwe bloeddonors zich gemeld. Hij vroeg aandacht voor donorschap, in de wetenschap dat hij zelf niet lang meer te leven had. Zo heeft hij Nederland in beweging gebracht, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws.